Democraten, we doen het goed of we doen het niet. Tijdens de formatie deed ik jullie en het land deze belofte. Het proces, jullie weten het nog, zat muurvast. Wij kozen bewust voor het doorbreken van die impasse. Voor inhoud en voor de verantwoordelijkheid. En een jaar later staan we hier op ons partijcongres. En de vraag waar ik het met jullie over wil hebben is, doen we het goed? Het kabinet was nauwelijks aangetreden toen de oorlog uitbrak op ons continent. Sinds de Russische schanddaad van 24 februari is het echt alle hens aan dek. De Oekraïners staan in het vuur van de existentiële strijd tussen vrijheid en onderdrukking. Zij staan ook voor ons landsbelang, het belang van de Europese Unie en onze veiligheid. Dat staat op het spel. Zij verdedigen de dunne frontlijn tussen recht en onrecht. Tussen democratie en dictatuur. De frontlijn die ook onze vrijheid, vrede en welvaart beschermt. De mensen in Oekraïne strijden de rechtvaardige strijd. Wij staan naast hen. We zullen alles in het werk blijven stellen om Oekraïne te steunen in de strijd voor haar soevereiniteit en territoriale integriteit. En daarom willen we helpen, blijven we helpen, ook als het moment van wederopbouw aanbreekt. En daarom... zullen we ook zorgen dat de Russische oorlogsmisdadigers en hun handlangers rekenschap zullen afleggen. En het liefst in Den Haag. Onze voortdurende steun helpt. Zo traint Nederland Oekraïnse eenheden en levert tanks. Daar gaat Kaiser Ollongren mee door. Ondanks het feit dat sommige politieke partijen de banden met Rusland recent nog wilden aanhalen. Of de Oekraïnse zelfverdediging kwalificeren, en even voor de helderheid, ik citeer, een aanval op onze vriend Rusland. Ik herhaal daarom ook Kaiser's woorden van respect en waardering voor onze militairen en hun familieleden. Veel dank voor jullie inzet voor onze vrijheid. Democraten, toekomstige vrede moet duurzaam zijn. Een Oekraïne dat weer op eigen benen kan staan, is economisch vitaal, weerbaar tegen corruptie, politiek en militair verbonden met de EU en het Westen. En dat vraagt veel van ons en onze bondgenoten. Maar het is de enige manier om vrede in stand te houden. Tot vrede is verzekerd en bestendigd beschermen we in eigen land mensen tegen de grote schokken die de oorlog ook hier teweeg brengt. Nederland heeft het meeste gas bespaard in Europa. De capaciteit het sterkst uitgebreid en de grootste gasberging in Europa is gevuld. Daarmee zijn er deze winter geen zorgen voor mensen. En we worden in rap tempo onafhankelijker door wind, zon en kernenergie. En we zijn hiermee de beste leerling van de klas. En jullie kunnen natuurlijk aan niemand anders denken dan onze eigen Rob Jette. Maar ons grootste probleem hier, in andere Europese landen en nog veel meer ver weg van ons land, zit in de pijn die mensen voelen in hun portemonnee. En we stonden en staan voor een gigantische opdracht. Hoe bied je zekerheid en houvast in het heden, het nu, zonder de toekomst tekort te doen? Hoe help je mensen die het minst hebben, het meest? Hoe doe je het goed? De hoge prijzen raken de meest kwetsbaren in onze maatschappij het hardst. Dat is de zichtbare ongelijkheid van deze crisis. En die ongelijkheid aanpakken was voor mij het uitgangspunt. Daarom, ik noem het even,
een hoger minimumloon, een hogere zorgtoeslag, een hogere huurtoeslag, een hogere studiebeurs, lagere belastingen voor werkenden, zodat het weer een beetje beter gaat lonen, en een maximumprijs voor gas en licht. Want in tijden van crisis, en zeker in een beschaafd land, ben je op elkaar aangewezen. Je helpt elkaar. En daarom vind ik het rechtvaardig om de rekening te laten betalen door grote vermogens en bedrijven die nu profiteren. Dat is solidariteit. Democraten, ik vertel jullie hier helaas niets nieuws. De kans op een recessie neemt toe. Het eerlijke verhaal is dat we deze crisis allemaal zullen voelen. Sommigen meer dan anderen. En ik wil hier iets langer bij stilstaan. We zullen ons moeten aanpassen aan de hogere energieprijzen. En ik heb geen gemakkelijke boodschap. We kunnen, anders dan bij corona, niet elke tegenslag op ons nemen. Nog grotere steunpakketten jagen de inflatie onbedoeld aan. En we willen de rekening niet neerleggen bij toekomstige generaties. Die rekening betalen we uiteindelijk met elkaar. Onze schuld is nu nog laag. Jullie zullen denken, god, daar gaat de minister van Financiën, en dat klopt. Maar het kan snel omslaan. Als we te grote jaarlijkse tekorten krijgen en de rente blijft oplopen. Ook hier is waakzaamheid en oplettendheid geboden. Want wat we met de ene hand uitgeven, moet eerst met de andere zijn binnengekomen. Om te voorkomen dat we juist in een crisissituatie zullen moeten bezuinigen. Dat is ook de les die we in het recente verleden hebben geleerd. En Nederland heeft sinds begin van de jaren 80 degelijke overheidsfinanciën. Er is geen gratis geld. Dat betekent ook nu hervormen om de economie te versterken en de financiën op orde te brengen. En hervormingen zit in het DNA van D66. Wij zijn die partij die altijd denkt hoe het anders kan, beter. Dat is hervorming. We zijn de partij van Steven van Weyenberg. Waar ben je, Steven? Ik zie hem zwaaien. Wouter Koolmees en Hans Weijers. We zullen weer aanjagers zijn. We zullen de vragen stellen en met de voorstellen komen. Van langer werken na je pensioen tot meer uren werken en hogere belasting op vervuiling tot hogere belasting op geld dat niet met werken is verdiend. Democraten, onze vrijheid, onze democratische rechtsstaat is van onschatbare waarde. De waarheid is waarschijnlijk dat we dat nauwelijks nog beseffen. Dat we het als een gegeven beschouwen. En ik moet denken aan het beeld dat David Foster Wallace gebruikte van twee jonge vissen. Die een oudere vis voorbij zagen zwemmen op een dag. En de vis die vroeg, hoe is het water vandaag, jongens? Waarop, toen de oudere vis voorbij was gezwommen, op gepaste afstand, de ene jonge vis tegen de andere zei, water? Water? Wat is dat nou weer in godsnaam? We zijn als vissen in het water van de democratische rechtsstaat. Dat is de beeldspraak. Het omgeeft ons. We zijn er onderdeel van. Voor ons in Nederland spreekt het vanzelf. We kunnen niet zonder en we denken dat het er altijd zal zijn. De democratische rechtsstaat is wat ons beschermt. Het dak waarin we in vrijheid en veiligheid leven en ademen. Het geeft ons de mogelijkheid van een menswaardig bestaan. Vrij van angst, geweld, willekeur, uitsluiting, vervolging en onrecht. Maar democraten, ons democratische huis wordt uitgehold. Dagelijks. Het is onze traditie als D66 om op te staan tegen extremisme en haat. Van de vrijzinnig democraten in de periode voor de Tweede Wereldoorlog tot Alexander Pechtold in de roerige perioden na Fortuin. En het is geen halsstarrige ideologische positie.
Het is realisme. Democraten, ik heb één oproep. Maak niet normaal wat niet normaal is en nooit mag worden. Maar ik zeg ook, het is niet genoeg om op te staan. We hebben een traditie van democratisch denken, van het beschermen op een actieve manier van de democratie, met de vrijheden die daarbij horen. En die traditie vraagt ons te handelen. De stelselmatige ondermijning van rechtspraak, wetenschap, journalistiek en landsbestuur mag niet worden onderschat. Kijk niet weg. Waakzaamheid is geboden. En ook hier, kleine stapjes zijn net zo belangrijk als de grote woorden, als het opstaan. Letterlijk opstaan met het hele kabinet. Antisemitische complotdenkers de toegang tot het land ontzeggen. Racistische drek sanctioneren. Elke stap, elke handeling doet ertoe. Maar het grotere dilemma is ook de vraag hoe je omgaat met partijen die onze zorgvuldig opgebouwde democratie moedwillig schaden, willen afbreken. En wij zullen hier snel duidelijke antwoorden op moeten vinden. In wet en in eigen handelen. En wat mij betreft ontstijgt dit partijpolitiek. Het betreft ons allemaal, ons allen in Nederland. Dit is een zaak van landsbelang. Democraten voorkomen is beter dan genezen. We stellen onszelf de vraag waarom rancuneuze populisten zo succesvol zijn. Is het omdat ze bankieren op onvrede, een eeuwenoud verdienmodel? Of komt hun opkomst voort uit onrechtvaardigheden van de moderne maatschappij? Het liberalisme is tevreden achterover gaan leunen, terwijl Nederland dreigt een land van twee gezichten te worden. Twee realiteiten naast elkaar. Ongelijkheid in kansen en vermogen is een wrange paradox in een rijk land met lage werkeloosheid. Als je op alle lijstjes ziet hoe welvarend en concurrerend Nederland is, ons land, wat voor paradijs het hier op papier is, dan verwacht je als burger, als Nederlander, jong en oud, dat je hier ook aan mee mag doen. Maar voor te veel mensen is dat niet het geval. Het is niet alleen onrechtvaardig, het is ook gevaarlijk. En zoals Robert al zei, het schaadt ook onze sociale cohesie. Een uitsluiting is een vruchtbare bodem voor een destructieve en polariserende politiek. En erger nog, mensen, onze medeburgers, worden onverschillig. Ze keren zich af van de politiek en verliezen het inlevingsvermogen in de ander. En dat is ook onze menselijke kracht. Ze voelen zich niet serieus genomen wanneer de politiek onvoldoende levert. En uiteindelijk is dat schadelijk voor onze democratie. En het is en blijft een opdracht voor ons om de verbinding te blijven zoeken. Nieuwe manieren, andere gesprekken, maar blijf die verbinding zoeken. Tegen de bierkaai in, maar het is noodzakelijk, het is essentieel. Democraten, hoe schril was het contrast de afgelopen maanden van het paradijs op papier met de dagelijkse praktijk in Ter Apel. Waar mensen buiten moesten slapen omdat wij niet altijd meer in staat zijn om humane opvang te verzorgen. Dit raakt mij persoonlijk, het raakt ons als mensen en het raakt ons als partij. Gelukkig vinden velen in Nederland het een kwestie nog steeds van fatsoen om humane opvang te regelen. Het is ook goed dat we nu een spreidingswet krijgen om voor betere opvang te kunnen zorgen. En voor de raadsleden, wethouders en burgemeesters in deze zaal, en het zijn er gelukkig veel, heb ik ook een boodschap. Laat het daar niet op aankomen.
Blijf je inzetten, neem je verantwoordelijkheid en bescherm de mensen die jullie bescherming nodig hebben. En democraten, wij moeten in staat zijn in ons land een breed en realistisch migratiedebat te voeren. Op basis van kennis en feiten. En daarmee het debat te ontgiften. Met voldoende oog voor de rechtvaardige zorgen van mensen. We moeten ook kijken naar demografische ontwikkelingen. De toekomstige vraag van de arbeidsmarkt. De investering en de kenniseconomie die we willen. En de veilige haven die we willen bieden aan hen die een veilig heen komen zoeken. De vraag die we onszelf moeten stellen is welke politieke keuzes wij bereid zijn te maken. En het is niet eng. Wij zijn daar niet bang voor. Het is complex. En het vraagt verstandig beleid. En een heldere koers. Die we durven uit te leggen. Want de essentie van de Nederlandse traditie is om sterker te worden in perioden van verandering en verrijking te zien in contacten met anderen. En dat is altijd al een wederkerig proces geweest. Laat daarbij angst niet onze drijfveer zijn. We weten allen dat angst een hele slechte raadgever is. Maar laten we dit juist met vertrouwen tegemoet zien. Regeren, zoals we weten, is geen keuzemenu. We worden geconfronteerd met oorlog, historisch hoge inflatie en frontale aanvallen van binnenuit op de democratie. En wij zullen altijd fouten maken. We zijn mensen. We zullen zeker niet iedereen tevreden kunnen stellen. En nee, geen verrassing hier, niet alles komt voort uit ons verkiezingsprogramma. Dat geldt overigens ook voor de andere partijen. Maar politiek is de kunst van het compromis. Altijd met het oog op het landsbelang. Wij laten het land zien in wat we doen, in wat we zeggen, dat men op ons kan rekenen. Van de coronapandemie tot de oorlog. We erkennen de dilemma's. Dat is onze kracht. En we bouwen aan het compromis. We willen zoveel mogelijk van onze sociaal-liberale idealen kunnen verwezenlijken. We willen uiteindelijk allemaal het goede doen. Handelen op basis van waarden. Zoals zo mooi vertolkt in het stuk Nieuw Leiderschap dat vandaag door een groep van onze leden is aangeboden. Dank daarvoor. Maar voor ons allemaal blijft natuurlijk de vraag, is regeren het waard? Als je veel naar Twitter kijkt of Facebook of talkshows, zou je denken dat iedereen in een permanente staat van ruzie is. Er is altijd ophef en er gebeurt helemaal niets. Maar laat ik dit beeld even contrasteren met de werkelijkheid. Nederland roert zich op een positieve manier in Brussel. En dat past bij een internationaal georiënteerd land met Europa als basis. We werken net zo goed samen met Duitsland als met Spanje. En we vormen kopgroepen voor het klimaat, voor veiligheid en de lijst die groeit echt. Ik noem het niet allemaal op. Jonge makers en creatieve zelfstandigen hadden het tijdens en ook na de coronaperiode moeilijker dan ooit. Dankzij D66 investeren we in hun werk en toekomst, omdat wat zij doen, zoals Gunay altijd zo mooi verwoordt, het leven waard maakt te leven. En omdat cultuur een onmisbare pilaar is in onze samenleving en onze economie. En ik kan het natuurlijk niet beter verwoorden dan Robert, maar ik ga het toch zeggen. Nog een paar jaar geleden stonden boze leraren, ik kan het zeggen, want hij was toen in Princeton. Boze leraren en wetenschappers op het Malieveld en de Dam. En dankzij D66, het is goed om het te blijven herhalen, de kracht van de herhaling is in het onderwijs toch een belangrijk element, doen we de grootste investering in de wetenschap ooit. Staat het MBO meer dan op de kaart
en kunnen 500 jonge onderzoekers volgend jaar al aan de bak met een beurs. Zonder die oude stress, zonder die negatieve concurrentie, maar echt aan het werk om ons land beter te maken. En dankzij D66 verdienen leraren op de basisschool net zoveel als docenten op de middelbare school. En we stappen er misschien in deze periode van polycrisis zo makkelijk overheen, want er is ook eigenlijk heel weinig over geschreven. En misschien hebben jullie het gemist of we zijn het allemaal vergeten. Maar het is zo belangrijk, want 120.000 leraren die zich inzetten met hun hele zielenzaligheid, met hun enthousiasme, met hun energie en hun kennis voor de jongste generatie Nederlanders, die krijgen nu de waardering en de erkenning die hen toekomt. En het is niet zo lang geleden, democraten, jullie weten het als geen ander, vanmiddag is er ook over gesproken, bungelde Nederland achteraan in de strijd tegen klimaatverandering. Maar nu gaat Nederland wind op zee ver 15 keer. We zijn Europees kampioen zonnepanelen. En rechtsom of linksom, we halen minimaal de 55% uitstoot in 2030. Maar daarom mikken we op het in het programma geschreven doel van 60% minder uitstoot in 2030. En Rob is bij de kop. Anders zou ik zeggen, we houden je scherp. Maar hij werkt ook daar internationaal. Het is een fenomenale prestatie wat onze minister voor Klimaat en Energie allemaal gedaan krijgt. En toch, we hebben nog een weg te gaan voordat we kunnen zeggen dat we het goed doen. We hebben een stap gezet, maar we moeten nog een hele sprong maken. Wat mag Nederland van ons verwachten? Om met de grote econoom Jan Tinbergen te spreken, een warm hart en een koel hoofd. Democraten, het is jullie, hoop ik, niet ontgaan. In Breda is recent een muurschildering onthuld. Het is het eerste openbare kunstwerk in Nederland dat gewijd is aan een politieke uitspraak van een D66er. Niet de minste, de oprichter. Samen met de familie van Mierlo mocht ik aanwezig zijn bij de onthulling van een beroemd citaat van onze partijoprichter Hans van Mierlo. Kijken of het lukt. Daar staat geschreven: we moeten een revolutie maken voordat die uitbreekt. The one and only. Ik herhaal het toch nog maar eens een keertje, want het zijn zulke mooie woorden. We moeten een revolutie maken voordat die uitbreekt. Laat het op je inwerken. In dit tijdsgevricht. Het nu. En vooruitkijkend. Toen bedoelde Hans van Mierlo, we moeten verbinding maken voordat de burger zich definitief afkeert van de politiek. En dat waren de roerige jaren 60. En die opdracht voel ik ook. Wij allen voelen dit. Vandaag en elke dag. Het is nu urgenter dan ooit. En die uitspraak verwoordt een appel dat naadloos past bij onze tijd. Een tijd van grimmig en groeiend onbehagen. En net als toen is de staat van het land fragiel. Net als toen knappen mensen af op een politiek die dreigt te schipperen en te weifelen. En daarom kunnen en mogen wij niet falen. Dus vandaag vraag ik om uw vechtlust. Om uw vermogen tussen alle bedrijven door. Na het werk. Na de studie, 's ochtends, voor het ontbijt, tussen de vrije uurtjes door, op te staan voor wat Nederland op zijn best kan. Om de democratische revolutie te maken voordat anderen onze maatschappij ontwrichten. Dit land wordt beter als we het samen doen. We doen het goed
of we doen het niet. Dank u wel.